2002 wethouder geworden. En toen heb ik van een voormalig wethouder al een foldertje gekregen. En dat foldertje bestond vanaf 1976. En daar werden toen al de eerste vragen gesteld aan de inwoners van Sint-Michielsgestel. Hoe het er hier op het plein uit moest zien. En dit centrumplan had dusdanige ingrediënten dat wij overtuigd waren dat dat alles bij elkaar een hele mooie puzzel zou kunnen worden. We moesten naar de Raad van State en daar zijn eigenlijk alle bezwaren gewikt en gewogen. Maar dat hadden wij voorheen al gedaan op inhoud en wat betreft de procedure. Ik trof aan een centrumplan waar al jaren over gesproken werd en waar de projectontwikkelaar allerlei ideeën had en waarbij wij gezegd hebben tegen de projectontwikkelaar: u krijgt voor ons nog een kans om een nieuw plan in te dienen en we gaan kijken of dat tot resultaat kan leiden. En helaas heeft dat niet tot resultaat geleid en hebben wij moeten besluiten als college om afscheid te nemen van de projectontwikkelaar. Nou, de projectontwikkelaar die nu gevonden is, die kenden we natuurlijk al, omdat hij nogal wat projecten in Gestel, maar ook in de omgeving heeft gedaan. Toen ik hier kwam, kwam ik de heer Van Wanrooy weer tegen. Nou, eindelijk is het inderdaad zover. Het laatste jaar ben ik vooral bezig geweest met de omgevingsvergunning. Want je moet natuurlijk toch, al is er een bestemmingsplan, een omgevingsvergunning aanvragen. En tegen ook een omgevingsvergunning kunnen bezwaren gemaakt worden. Uiteindelijk hebben de twee bezwaarmakers niet doorgezet richting de rechtbank. En dat betekent dat die vergunning onherroepelijk is. En dat we gewoon echt kunnen starten. Puzzelstukje. En het zou wel heel bijzonder zijn als u dat puzzelstukje koos. Volgens mij, kijkt u goed, ontbreekt er hier één. Aan u de taak om het laatste puzzelstukje in de puzzel te steken en daarmee het project officieel te starten. Wauw. Heel veel succes en van harte gefeliciteerd, burgers van Gestel, dat deze lang gewenste droom nou eindelijk lijkt uit te komen. Dankjewel. Dat men uiteindelijk toch ingeslaagd is om op dit moment, maar zeker de eerste fase, zien we pas, gewoon een heel mooi plan te maken. Aan de Dommel, tweede brugverbinding, centrum Oude Toren hier achter mij. Dus ja, daar word je warm van, daar krijg je energie van. Beelden zijn geduldig, plaatjes zijn geduldig. Nu starten, nu beginnen met bouwen. En ik kom heel erg graag terug als de eerste fase weer geopend wordt. Nou ja, het kan niet mooier. Het wordt echt, er komt leven in de brouwerij. Er gaat gewerkt worden aan een mooi centrum waar we met z'n allen trots op gaan worden.